Welkom bij Blender Nederland, mijn naam is JB en dit is de eerste les over de animatieserie. En zullen er na deze les nog vele andere volgen in de afspeellijst, waarvan je een link kan vinden bovenaan deze video. Of kijk op mijn kanaal voor deze afspeellijst of andere blenderlessen. In deze eerste les van de animatieserie leg ik je wat dingen uit over de tijdlijn, frames per seconde, hoe je objecten kan bewegen zoals je hier ziet. En als bonus laat ik je zien hoe je ook kleuren en doorzichtigheid kan animeren. Als allereerste de tijdlijn: de tijdlijn werkt natuurlijk met FPS oftewel frames per seconde. Een frame is één frame op de tijdlijn. Als ik deze nu op 24 zou zetten en ik speel hem nu af, dan heb ik precies 24 frames en samen duurt het 1 seconde. Hoe weet ik dat nou? Nou als ik naar dit printer hier ga en ik druk erop, dan staat er hier frame rate 24 frames per seconde. Dus als ik deze object zou bewegen op frame 1 tot en met 24 beweegt deze object perfect 1 seconde. Als ik dan hier op het lijstje druk, dan zie je meerdere frames per seconde. Alf heeft zo zijn redenen. Ik zelf persoonlijk gebruik het meeste gewoon 60 frames per seconde, omdat het gewoon alles vloeiend laat lijken. Dus als ik hier op druk, 60 frames per seconde, dat betekent als ik nou bijvoorbeeld 5 seconden wil afspelen, dan moet ik dus 5 keer 60 gaan doen. Oftewel, ik kan ook 6 keer 5 doen, dat is 30. Vraag gezien we hier praten over 60 in plaats van 6, moeten we er 300 van maken. Dus als ik nu de tijdlijn zou afspelen, dan duurt deze hele proces van frame 1 naar frame 300 precies 5 seconden. Maar in dit geval ga ik het even laten op 60, zodat we iets gemakkelijker kunnen werken en ik je gewoon uit kan leggen wat de to basis is. Van objecten bijvoorbeeld bewegen, of zelfs objecten een andere kleur geven, of de zichtigheid en wat voor effecten je hier allemaal kan toevoegen. In dit geval zal ik zo twee voorbeelden maken en zal ik laten zien waarom het heel belangrijk is dat je de juiste keyframe geeft aan het object. Oftewel, als het object alleen omhoog gaat, wil je alleen de locatie vaststellen en niet de rotatie. Schalen en dat soort dingen. En ik zal je ook laten zien wat voor rommel dat nou eigenlijk geeft. En dat het veel gemakkelijker werk is, of veel netter te werken en sneller te begrijpen wat er nou gebeurt. Als allereerste willen we dit blokje, die willen we 10 meter omhoog zetten. Dus we gaan even naar het vooraan zien met nummer 1. We kunnen hier zien dat die nu op meter staat. En we weten dat 10 van die blokjes hier, dat dat 10 meter is. We zetten het blokje, die we nu selecteren, eerst vast op frame 1 en dat doen we door op I te drukken. En als je op I drukt, krijg je heel veel opties. In dit geval willen we het alleen verplaatsen op de locatie. Dus we zetten het vast op frame 1, dan kan je bijvoorbeeld hier in één keer naar frame 60 gaan. Dan drukken we G, Z, Ctrl ingedrukt houden, want ik hou ervan om op het raster te werken. En dan zet ik hem 10 meter omhoog. Dan druk ik weer op I. En dan druk ik weer op Locatie. Want we hebben alleen op de locatie verplaatst. Als ik dit nu afspeel, zie je dat de animatie vrij vloeiend omhoog gaat. Nu zal ik ook even op een verkeerde manier doen. En ook laten zien ja, wat voor rommel het nou geeft. Dus ik doe even Shift A. Ik pak een nieuwe kubus. En ik zet deze kubus gewoon even hier neer. Dan doe ik weer hetzelfde. Ik druk op I. Maar in dit geval doe ik locatie, rotatie en schaal aandrukken. Gaan weer naar frame 60. Doe ik hem weer omhoog zoals ik net deed. Druk ik hem hier neer. Druk ik op I. En doe ik weer met die onnodige extraatjes erbij. Goed, als allereerste kun je bijvoorbeeld zien. Dat als we het afspelen. Dat de, de kubus... In het begin langzaam opstart, dan behoudt het één snelheid en stopt het weer langzaam. Het is een beetje zoals een auto. Kan het misschien een klein beetje moeilijk te zien zijn, maar ik zal je laten zien wat voor een verschil het geeft wanneer de ene in één keer zijn snelheid geeft en in één keer laat stoppen. Dat kunnen we namelijk doen bij, dat heet grab editor Maar ik wil niet hier de grab editor gaan veranderen, want dit werkt niet helemaal lekker. Dus ik laat deze lekker op timeline staan. Wat we hier gaan doen is we gaan het scherm splitten. Om een scherm te splitten moet je in de cel op het scherm, in het hoekje, waar dat je dan een plusje krijgt, druk je één keer en versleep je het op zij. Dus nog een keer in het hoekje versleep je op zij. Stel nou dat je het dicht wil maken. Wat is nou de regel? Nou, ik wil deze scherm wil ik behouden. Deze scherm wil ik behouden, maar ik wil die weg hebben. Dus ik wil deze scherm samensmelten met deze scherm. Dus moet ik in hetzelfde hoekje dat plusje krijgen. En dan doe ik hem naar rechts, want ik wil deze twee samensmelten. Dan heb ik nu twee schermpjes. Ik wil het werd even belangrijk om dat uit te leggen. Ik heb zelf nog wel eens een beetje erin maar ik weet nou precies 100% hoe het werkt. En dan kun je hier kun je dat opzij schuiven. En dan kunnen we nu deze veranderen naar grab editor. Want zoals je ziet, een grab editor werkt omhoog en omlaag. En dan is dit een beetje te klein. Goed. Als allereerste heb ik nu deze toevallig geselecteerd. En je ziet een heleboel lijntjes. Terwijl als ik deze selecteer, zie je een aantal lijntjes minder. Nu is het ook zo, je ziet hier een heel klein... Ja, een pijltje, als je die uitschuift, tot ongeveer dit. En ik doe dan dit. Ik schuif hem nog een klein tikje uit, zodat alles een beetje leesbaar is. Dan kun je eigenlijk zien dat dit vrijwel hetzelfde is als hierboven. Want hierboven staat cube. Er staat hier cube. Cube action, oftewel cube actie. Want we hebben een actie gegeven. Dat staat hier ook. En object transform staat hier ook. Dus dit is een beetje hetzelfde idee. Als ik deze nou open en een klein stukje omhoog voor jullie, dan zie je staan X locatie, Grieks I locatie en Z locatie. Dus we hebben alleen de locaties die hebben we met deze gedaan. Wanneer je nou twee strepen ertussen ziet, betekent dat we deze locaties niet veranderd hebben. Want we hebben inderdaad, zoals je ziet, de blauwe lijn is de Z lijn. De Z locatie, daar staat geen streep, want die hebben we inderdaad veranderd, want we gaan van laag ...naar hoog, dus er staat geen streep Dus over waar streep tussen staat, betekent dat het niet veranderd is. Dit telt alleen niet voor deze hierboven. Dit is gewoon een, een overzicht van de kubus, want je ziet die in de namen staan. Je moet alleen concentreren op wat onder object transformen staat. In dit geval, als ik deze hier open, zien we ook weer hetzelfde staan wat er hier staat. Alleen dit is, zodat we hier verschillende dingen kunnen selecteren. Nu druk ik hier even op die kubus waarbij we ook de schaal en de rotatie hebben gegeven terwijl we die niet eens nodig hebben. En als ik dan hierop druk en dan deze open zie je dat er veel meer eronder staat. En als ik op deze druk zie je ook dat er veel meer eronder staat. Je kan eigenlijk ook zien dat de rotaties, de drie roteerassen, um, want ze noemen dit een x-as en een y-as, dus alles wat hier staat. Er staan allemaal streepjes, oftewel we hebben ze die niet gebruikt. We hebben ook de schaal, hebben we ook niet gebruikt. Terwijl bij deze is het al veel schoner, het is veel overzichtelijk en veel duidelijker. En dat geldt ook hier. Nu is het zo, wat ik wil doen, dat doe ik eerst even bij deze kubus. Ik wil dat die strak omhoog gaat en strak stopt. We hebben hier op de tijdlijn hebben we, uh, de blauwe lijn. En de blauwe lijn is de z-lijn, de lijn die van beneden naar boven gaat. Ik wil alleen die lijn zien, want ik wil alleen die lijn bewerken. Dus kan ik hier op het oogje drukken om de rest van de lijnen te verbergen. Maar wat ik ook kan doen, en dit is soms ook heel handig, is die lijnen even op slot zetten, zodat je niet per ongeluk die lijnen kan verpesten, omdat je misschien A drukt om alles te selecteren. Wat in dit geval eigenlijk heel handig is bij de blauwe lijn. Want we willen, ik wil je even laten zien, dat er zitten hier hendeltjes. En soms is het misschien niet helemaal duidelijk te zien, Op deze deze ik wel. Je ziet hendeltjes en deze hendeltjes kan je één selecteren en die kun je dan verplaatsen. En op deze manier kun je het een andere kracht geven. Of als ik hem hier doe, dan zal de kubus eerst omhoog gaan en dan naar beneden op zijn plek. Hoe je dit nou moet zien, deze grab editor Hij heeft alles platgelegd. In dit geval is de, de z-lijn boven en beneden is niet moeilijk plat te leggen. Want ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar als je bijvoorbeeld de, 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 de Griekse eilijn, in dit geval is Griekse eilijn voor en naar achteren. Die heeft hij die, van boven heeft die een foto gemaakt. Die heeft hij dan hier dus alles is gewoon plat. Het maakt niet uit of het voor of achter is, dan links of rechts. Alles wordt hier plat gelegd. Ik hoop niet dat het te is. Maar dan daarom zul je ook bijvoorbeeld groene lijnen hier zien. Dit is 3D, dit is 2D. Laten we het daarop houden. In dit geval um, is de 10, is de 10 blokjes, oftewel 10 meter omhoog. Daarom stopt die hier ook op 10 meter hoog. Dit is de 0 lijn. 10 meter hoog. Had ik dit nou naar beneden gedaan, dan zou deze lijn naar beneden gaan bij min 10. Nou, lang verhaal kort, als ik dit zou afspelen, en dan moet je even naar dit blokje kijken, dan zie je dat die, als ik dan even zo doe, zie je dat die boven de 10 meter lijn gaat, want hij zit hier ook boven de 10 meter lijn, en gaat die naar beneden tot aan de 10 meter lijn. Dus dat, dat stopt die perfect. Maar wat wij nou willen is dat die recht uit in een keer gaat. Dus in dit geval, ik heb alles op slot gezet, kan ik veilig A drukken om beide handles te selecteren. En wat ik nu kan doen is andere muisknop drukken. Dan staan er een aantal dingen hier in de lijst. Nou, sommige dingen, nou die gebruik je niet, sommige dingen wel. In dit geval de eerste uh, lijst, er staat handle type. Dit wil zeggen, dat dit zijn de handles, dus ja, daar kun je het een andere vorm geven. Dat wil ik niet gebruiken, we willen deze gebruiken. Je kan het altijd herkennen doordat het een heel groot menuutje is. Als je even vergeet wat je, waar je het nou moest pakken. Het is de grote menu. In de grote menu staat hier een paar dingen. Er staat hier bezier. Dit is een bezier, oftewel het is een, een, een golfvorm... Wat hier is, dat is dus een benzier. Dan staat er ook in het lijstje uh, constant. Nou, als ik even hierop druk, dan ja, wat het eigenlijk doet, is in één keer. Je ziet ook in de kubus dat die in één keer omhoog gaat. Dat is ook niet wat we willen, want we willen lineair. En als ik op lineair druk, gaat die perfect met dezelfde snelheid nog in één keer omhoog. En als ik als nu ook naar de kubus kijkt, terwijl ik hem even zo omhoog doe, zie je dat die wat sneller gaat. En dat die ook, ja je ziet die andere kubus die haalt hem op een gegeven moment in. Want die is eerst heel langzaam. Dan bereikt hij een bepaalde snelheid. En dan gaat hij weer heel langzaam stoppen. En ja, allebei tegelijk eh, bereiken allebei tegelijk de, de eindbestemming. Laat ik het zo zeggen. Dus in dit geval hebben we dus, oh, hebben dus de kubus hebben we constant snelheid gegeven. En dat geeft toch, nu ik het naast elkaar heb gezegd, een heel ander effect. En zie je meteen wat ik bedoel? Met dat hij langzaam opstart als je dit niet zou doen. En dat hij dan op een gegeven moment langzaam weer stopt. Nou, stel nou dat je dit zou moeten doen bij deze kubus. Dan zie je dat er ongelooflijk veel lijnen zijn. En om alleen dan die locatie zet te krijgen, moet je al deze uitzetten, al deze uitzetten. Moet je al die dingen op slot gaan zetten en dat, ja, dat kost extra werk als je dit vaker moet gaan doen. Daarom is het heel belangrijk dat je alleen de key geeft voor hetgene wat het gaat doen. Maar stel nou dat je als eindbestemming daarna, dus na deze 60 frames, moet je iets doen waardoor hij gaat draaien. Dan moet je wel zorgen dat deze einde ook het begin is van de volgende actie. En de volgende actie willen we dat hij gaat draaien. Dan moet je in dit geval wel locatie en rotatie toevoegen. Want dit is het einde van de locatie. Maar het begin van de rotatie. Ik zal je even laten zien wat ik daar goed mee bedoel. Als allereerste wil ik deze weer even openen. Heel belangrijk. En ik zal je zo laten zien wat ik dan heb bedoel met heel belangrijk. In dit geval willen we dat die na, eh, frame 60. Even kijken, nog 60 frames gaat roteren. Oftewel, we moeten hem even op 120 zetten. We gaan hem straks weer terugzetten. Alles doe ik nu met een reden. Dus we doen het even hier. En ik zet deze verdicht. dicht, want die hebben we eigenlijk niet nodig. Maar ik doe ik even hier. Dus zoals ik zei, moeten we de volgende actie is ook roteren. Dus in plaats van de laatste actie is alleen locatie. Moeten we de laatste actie locatie en rotatie doen. Als ik dan hier op druk heeft... Blender het geüpdate. Het is alleen wel zo als ik nu op locatie druk dat die niet die andere weghaalt. Ook al heb ik gezegd ik wil alleen locatie. Maar in dit geval zou ik dan locatie en rotatie moeten drukken als ik dat met deze had gedaan. Dan update hij wel en dan zet hij bij rotatie maar ik wil hem even met deze doen. Dus nu ik locatie en rotatie heb ge geaccepteerd kan ik naar frame 120 gaan. Kan ik F drukken, Z, en dan kan ik hem even een kleine rotatie geven, of zoiets als dit. Dan kan ik wel eindigen met rotatie, want ik heb hem uiteindelijk het eindstation alleen geroteerd. Dus dan hoef je alleen de rotatie toe te voegen, en dan zie je ook dat hij de rest nu niet toevoegt, en alles klopt nog steeds, zoals je ziet. Goed, stel nou dat je niet tevreden bent met uh, hoe lang alles duurt. Stel nou dat we deze frames willen uh, passen in de 60 frame. Dus we willen weer zetten op 60 en we willen dat die die op 120 staat op 60 zetten en die 60 willen we op 30 zetten. Zou je nou een klein trucje laten zien? En dit trucje hangt af van waar je deze op de tijdlijn hebt staan. Ik zal het je laten zien. Stel nou, ik zet deze hier neer. En ik wil deze allemaal gaan verplaatsen. Dan nou, zou ik natuurlijk heel gemakkelijk gewoon kunnen vastpakken. En dan op 30 zetten. Deselecteren. Ja, het kost wat werk. Wat ik ook kan doen, is omdat deze hier staat, in de tijdlijn op S drukken van schaal. En dan kan ik hem naar binnen schalen. En op deze manier heeft hij precies deze op 30 gezet. En deze precies op 60. Ik zal je nog even een keer laten zien dat het echt afhangt van dit ding. Stel ik zet deze bij 40 neer en ik druk op S voor schaal. Dan zie je dat de, de, de eerste rij niet naar verder kan. Hij kan niet naar 30. Hij kan wel dit doen. Maar dan, ja, dan laat hij niet die andere bij 60 staan. Dus met andere woorden, het is heel belangrijk dat je deze op de juiste plek hebt staan. Dus ik laat deze op 60. Die staat even controleren. Die staat precies op 30. En nu hebben we dit effect. Dus dat is dan ook uh, een dingetje wat je kunt doen op de tijdlijn. Maar er zijn nog veel meer dingen wat je kunt doen. Ik kan bijvoorbeeld, als ik dan een kubus doe, dat wordt dan de derde voorbeeld. Ik kan deze kubus, dat heb ik wel eens in een andere les laten zien, maar ik wil het toch nog even nog een keer laten zien. Ik kan deze kubus ook uh, heen en weer laten scheuren. Nu zouden sommige mensen misschien denken, op frame 1, locatie, ga je naar frame 2, zet je hem ietsjes omhoog je weer locatie en dan keer heen en weer laten scheuren. Dat is gekke werk, want er is iets veel gemakkelijkste voor. Het eerste wat ik deed is in feite goed. We gaan het gewoon op zijn eigen plek laten animeren. Oftewel, wat ik me bedoel, op frame 1 geef je ze keys. Gaan we naar frame 60. Doen we gewoon weer alleen locatie. En dan zitten we van ja, wat, heb je nou, wat heeft dit voor nut? Nou, ik zal het je laten zien. Als we hierin, stel we willen het alleen omhoog en omlaag bewegen, dan kunnen we het even vastzetten. En voordat ik verder ga, wil ik je even laten zien, want dat ben ik net vergeten, waarom het belangrijk is dat je die daarna open maakt. Zou laten zien met deze cube? Stel nou, ik denk van, oh, ik wil hetzelfde. Ik wil deze, wil ik bij 30 hebben. En ik selecteer hem. En ik zet hem dan hier neer. Dan denk je van, maar waarom gaan die niet mee? Dat komt omdat ze op slot staan. Dus je kan ze niet bewerken. Dus wil je alles op een tijdlijn gaan verplaatsen, is het heel belangrijk dat je die weer openzet. En dan kun je alles meenemen, want anders neemt niet alles mee. Dit is iets wat ik. Een klein tijdje niet uh, begrepen had. En toen moest ik mezelf steeds herinneren van. Yo, als je iets op slot hebt gedaan, zet het dan even open, want anders kun je het niet meenemen. Nou goed. Nu willen we uh, het omhoog en omlaag laten schudden. Dus in dit geval is dat de z-line. Daar willen we iets aan toevoegen. Een modificatie. Net zoals dat we modificaties kunnen toevoegen aan het object zelf hier, om de gekke dingen mee te doen. In dit geval zet ik die andere op slot, want die wil ik niet beïnvloeden. Ik doe ze ook gewoon weg en ik druk even alleen even op de Z. Zodat alleen die geselecteerd is, zodat ik 100% zeker weet dat de rest niet beïnvloed wordt. Nu kan ik hier in deze raam op N drukken. En dan staat die bij het tweede tapje die alleen laten zien wordt. Als ik nu even een leeg veldje klik is hij weg. Dus je moet wel zorgen dat je iets geselecteerd hebt. Doe ik dit dan pakt hij hem ook niet. Doe ik dit, dan pakt hij hem wel. Dus je kan hem ook hier drukken. Je hoeft niet per se A om alles te selecteren te doen. Maar je moet zorgen dat je of hier doet of hier A drukt om alles te selecteren. Dan krijg je dit tapje hier. Dan kun je een modificatie toevoegen. In dit geval gaan we het alleen even hebben over noise. Als ik dan op noise druk. Noise is gewoon, ja in het Nederlands kan ik misschien uitleggen, of het beste uitleggen dat het ruis is. Deze is gewoon klein, maar dat maakt niet zo heel veel uit. En dan doe ik toch deze even omhoog. Zodat jullie precies kunnen zien wat we doen. Wat is nou ruis? Nou ruis is eigenlijk gewoon dit: het laat het gewoon trillen. Dit is, dit is ongeveer uh, het effect wat ik toevoeg. Dus in dit geval hoef ik niet elke keyframe omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Dat met de hand te doen. De modificaties zijn superhandig en, en heel krachtig. Nou wat is het allemaal? De schaal. Een schaal zorgt ervoor dat uh, de heuveltjes die we hier hebben worden uitgerekt. Dus dan golft het. Als je die golf wat groter maakt, zie je dat die wat rustiger aandoet. Maar die heb ook streng, streng wil zeggen dat die de heuvels hoger of lager maakt. Kijk, nu zou je denken van ja, had ik deze effect dan nou niet kunnen hebben door deze op één te laten. Nou, stel dat ik deze dan weer op één zet. Dan gaat hij heel grof. Dus je moet met deze twee rondspelen om een bepaald effect te krijgen. Nou, dan vind ik deze strengt iets te veel. Dus ik laat hem gewoon lekker op één. Laat ik hem even lekker trillen. En zo kun je dan bijvoorbeeld een, een wasmachine hebben. Of een boor of een aardbeving. Maar of. Ja iets uit de lucht laten vallen en de grond bewegen. Want dat is wat ik een keer in één les heb gedaan. In het geval dat je het gemist hebt laat ik even zien wat ik daarmee bedoel. Maar allereerst deze andere. Offset als ik deze doe. Dan verplaatst hij eigenlijk gewoon de golf op de tijdlijn. Dus ja stel dat je niet tevreden bent met die aantal golfjes die je daar hebt. Dan kun je hier nog wat mee zoeken. Dat zou kunnen. Moet je hebben op face. En als je face doet dan... Ja, verandert die letterlijk en figuurlijk gewoon de golven in iets anders? Dus het is echt rondspelen ermee. En face en offsets zijn ja, hele andere dingen. Dat is eigenlijk een beetje zo streng en schaal. Goed, dan heb je depth. En depth maakt eigenlijk uh, ja, het maakt dit kleiner, maar het is toch anders dan uh, dan moet ik zeggen. Hij gooit in feite nog golven over de golven heen. Want zoals je hier kan zien, dit zijn mooie vloeiende lijnen. En doe ik dept omhoog zetten niet te hoog. Dus even kijken of kan ik dat nou even per stuk doen. Dan doe ik hem gewoon even op 1. Dan zie je dat die, die golven, dit was eerst een mooie golfpunt. Gooit hij er nog een deukje in. Hij gooit hier en daar. Gooit die deuken in. Des te meer je dit doet, des te meer deuken je erin gooit. Laat je dit op nul. Zijn het weer een vloeiende golven. Dus je kan, je, ja, je kan nog uh, ruis toevoegen aan het ruis. Laten we het daarop houden. Dan heb je nog influence. En influence wil eigenlijk zeggen: uh, Ja, hoe? Um, influence heeft een beetje controle over schaal en strength tegelijkertijd. Zonder dat hij de strength en schaal verandert. Dus hij kan. De schaal die dit doet, dus de golven langer of korter maken, en de streng, de golven hoger en lager maken, kan hij zachter maken zonder dat de golven zelf veranderen. Dus dat is ja, de invloed, hoeveel invloed hij erop heeft. Nu zie je dat de hele tijdlijn helemaal volgesteld is met dit. Stel nou dat je een object wil laat vallen, Je wil de grond laten bewegen en langzaam laat uitbewegen. Dat kun je ook heel veel toepassen op andere dingen. Dan heb je hier een strict frame range. Als ik deze aanzet, dan openzet, Je ziet nu dat hij hem uit hebt gezet. Dat komt omdat de start en het einde geen start en einde hebben. Hij start op 0 en eindigt op 0, dus er voegt niks toe. In dit geval, lang verhaal kort, zetten we deze gewoon op 1. Dus 1 is gewoon frame 1. Dan kun je ook nog .00 uh, iets doen. Dat zijn dan millisecondes. Dit zijn de secondes en millisecondes. En we willen dat het eindigt op frame 60. Dus dan zetten we deze op frame 60. En nu zie je, hij begint bij 1 en hij eindigt bij 60. En alles ervoor en daarna is het niet. Dat bestaat gewoon. En gewoon even voor uh, ja, dat het duidelijk zichtbaar is, zet ik deze even op 5. Zodat je goed ziet wat er gebeurt. Is het ook zo: dan staat die blend in en blend out. Blend in als ik die omhoog zet of hoger zet, zie je dat die langzaam begint en dan ineens ophoudt. Dus dit kan. Ja, als je dat, uh, laat ik het zo zeggen, um, ja, er zijn bepaalde uh, dingen waar je dit aan kunt toevoegen dat dit gewoon gebeurt. Oftewel, als je dat wil doen, dan zou je dit bijvoorbeeld 20 zetten. Nou, uh, 60 min 20 is 40, dus vanaf frame 40 moet hij weer rustig doen. Uh, dit is dan wel heel kort, maar je, je krijgt het idee. Het begint rustig, wordt heftig en eindigt rustig. Nou, wanneer je dus iets wil laten vallen, in één keer, bam! De, het effect wil doen, laat je dit op nul, geeft die in één keer het effect. Dus zou je dit gewoon op 59 kunnen doen, dus oftewel van frame 60 tot en met frame 2 gaat die het afbouwen. Dus vanaf 59 staat er geen 60. Dus dan zie je ook dat die dat effect geeft. Nou, zo kun je dus lekker rondspelen met uh, noise. Noise ja, kun je voor heel veel dingen gebruiken. Je kan ook uh, je kan het zelfs aan de camera toevoegen, dus als je een, een, een spannende actie moet uh, doen en je moet het effect geven van een cameraman die iets filmt, dat gebeurt ook wel in filmt, film, dan moet je de camera een beetje, een beetje laten bewegen. En dan kun je dat effect toevoegen, je kan ook alle drie tegelijk doen, dus je zou alle drie tegelijk, uh, kan je dat effect doen, dan heb je hier, indien nodig, kopiëren. En dan zullen we zeggen: van nou, we willen het ook links en rechts hebben. Even openmaken. Heel goed. En dan kun je het hier plakken. Dan heb je precies hetzelfde effect. Dan schudt hij ook links en rechts. Maar ja het ziet er een beetje. Het effect gaat een beetje die kant op. Dat komt omdat je precies hetzelfde hebt gegeven hier aan. Wat je hier zou kunnen doen is gewoon dit te veranderen. Dan geeft hij een beide andere effect en zal hij ook meer. Links en rechts gaan schudden en ja, dit kun je allemaal meespelen. Nou, heel mooi allemaal. Dan is er nog één ding over voordat ik dan die bonus dingen laat zien. En dat is, ik ga even iets, een, een nieuwe kubus pakken. En ik had het in mijn uh, voorbeeldje van beneden naar boven gaan Maar laten we gewoon even van boven naar beneden doen. Dus ik zet deze even hier neer. Dat is, er is een reden voor. Even kijken hoor, ik zet hem even zo, dan moet deze even hier. Ik wil eens netjes naar elkaar. Dus ik begin bovenaf, dan doe ik hier locatie. Frame 60, zet ik hem beneden neer. En doe ik, uh, nou weet je wat, dat ding dat schudt zo erg. Ja, laat ik hem toch maar even eentje op zijn zetten. Uh, ja, dan doe ik weer locatie. Anders gaat hij er doorheen, dan ik. Beetje onprofessioneel. <laughs> en dan doe ik hier ook weer locatie. Nou, dit dan, dan precies hetzelfde. En als ik nu open, zie je dat die behalve de z-lijn geeft die die andere twee streepjes. Prachtig. Nu kunnen we ook iets anders doen. En nu zal ik je laten zien. Uh, ik open deze even en dan die. Doe ik die even verbergen, zet die op slot. Als ik nu... Alleen deze selecteren. Dan ga ik weer even de, met and, mijn muisknop naar deze menu. Dan staat hier ook Dynamic Effects. En Dynamic Effects uh, geven wat grappige effecten. Uh, deze hier is gewoon. Ja, stel ik druk hierop, dan zie je dat hij uh, bepaalde andere effecten geeft. Dus hier begint hij langzaam en dan eindigt hij met dezelfde snelheid. En één keer BAM! Dus als ik dat even afspeel. Dus hij begint langzaam, zelfde snelheid, zelfde snelheid. En in één keer stopt hij. Dit is trouwens iets wat ik eerder zocht. Maar goed, dat kun je dus hier vinden. En wat ik eigenlijk wou doe, ik zet hem heel even op uh, deze. Lineair. En ik voeg even een, een bounce toe. En dit, dit is wel ook een heel grappig effect. Als ik hem nu afspeel en kijk naar de cubes, zie je dat die ja, dat je dit effect krijgt zonder dat je dit hoeft te modelleren, of zelfs zonder dat je dit een rigid body van moet maken en met uh, ja, natuurkunde moet gaan werken. Dat heb ik ook in een van de video's laten zien, wat rigid body nou is. Maar je kan het dus ook op de tijdlijn doen. Stel nou uh, dat je dit niet vanaf het begin gelijk wil, dan moet je eerst even. Uh, ja, dan zou je dit. En dat moet je niet vergeten, dan zou je dit dus. Uh, bijvoorbeeld hier frame 30 kunnen zetten. En dan zie je dat hij dan blijft hangen. En dan vanaf dat punt laat hij hem dus vallen. Nou, dat kun je dus ook met andere dingen doen. Er stond bijvoorbeeld bij. Dat je ook elastiek heeft. En dan geeft hij. Die... Dan moet ik wel even goed doen. Zo, even af en alles. En dan elastiek. Elastiek, dat wil. Nou, ja, we kennen allemaal elastiek. Dan schiet hij los en dan. Uh, geeft hij dat effect? Ik vind hem, moet ik eerlijk zeggen, ietsjes. ehm... Um... moet zien met het ding. Ik vind hem ietsjes te, te strak. Ik weet niet of het. Ja, ik weet niet. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik weet niet hoe ik het um, iets losser kan maken. Maar elastiek, ja, dat schiet in één keer terug. Maar ik vind hem best wel heel erg snel. Dus stel dat dit, uh, dit blokje zit hier aan een, uh, een bevestiging vast en aan de onderkant zit een stuk elastiek. De bevestiging dat breekt, dan schiet hij een keer terug en dan, ja, dan bounceert hij nog even rustig na totdat hij stil staat. En dat is dus dat elastiek effect. En als laatste hebben we ook een back. Een back is eigenlijk wat ik in het begin liet zien. Dat als je dat hendeltje had bewegen, dan gaat hij naar beneden en dan gaat hij stukje omhoog. Dat zie je hier. Nou, dan heb je, je dit soort effecten al doen met alleen een kubus. En ja, de resultaat is heel duidelijk. Nu wil ik nog één. Nou ja, twee dingen: een bonus ding laten zien. dat je dit eigenlijk met heel veel dingen in Blender kan doen. Dus er is nog heel veel wat ik in de toekomst ga uitleggen. Voor alles heb ik wel een, een antwoord op. Stel nou dat we eh, dit. Omhoog laten gaan en langzaam onzichtbaar willen maken. Dan is het in cycles gemakkelijk. Want in cycles, dat zal ik even laten zien. We hebben al een materiaal, ik ga hem gewoon gebruiken. En dan staat hieronder: staat hier Alpa. Alpa is transparant. Hij staat nu op 100%, dus als 100% is hij zichtbaar in cycles. Hij staat op Eevee, maar ik ga het even zo uitleggen. In cycles. Dan zou je dus gewoon hier, dit is allemaal voor uh, de keys, voor de tijdlijn. Dus als ik even gewoon voor de grap even op 10 zet en ik zet hem vast. Dus van 0 tot en met 10 moet hij 100% te zien zijn. En dan zie je ook dat hij het op de tijdlijn heeft gezet. Dan kan ik op frame 60... En hem op nul zetten. Druk ik weer hierop en heeft hij het weer toegevoegd. Hoe keer je dat nou zien? Nou, dan staat hier materiaal. Hier staat materiaal. Dus zo keer je het herkennen, ook met dat balletje. Open je die en dan staat er shader notary. Nou, keer het ook openen. En dan staat hier alpha, Oftewel alpha, Dus zo keer dat weer herkennen. En dan keer het ook op de tijdlijn. Kan je het verschuiven als dat nodig is. En nu ben ik zelf heel erg. Uh, nu ben ik eigenlijk benieuwd. Dat wil ik straks even snel doen. Als bonus op de bonus. Of je ook Noise kunt toevoegen eraan. Dus of je, Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Um, maar als allereerste, Als ik hem nu in cycles afspelen. Dan gaat hij ook gewoon onzichtbaar worden. Alleen het probleem is in Eevee. Dat hij niet zomaar onzichtbaar wordt. Want zoals je ziet, hij zou nu eigenlijk onzichtbaar moeten zijn. In Eevee werkt het wat anders. Want Eevee is gewoon een hele simpele vorm. En heel veel opties zijn gewoon uitgezet of anders gezet. En dan moet je zelf aanzetten. Daarom rendert Eevee gewoon heel snel. Hoe doen we dat? Het is eigenlijk heel simpel. Er staat hier bij settings staat blend mode. Blend mode staat op opacu of hoe je het ook uitspreekt. En nu moet je zetten op Alpha Blend. Nu is hij 100% weg. Maar als het goed is, zie je ook een ander probleem. Dat vanaf frame 10, waar hij eigenlijk 100% moet zijn, ik zet hem even zo. Zie je dat we er van één kant erheen kunnen kijken. Dat niet helemaal de bedoeling is. Hoe krijg je dit goed? Nou, er staat hier een backface. Dit is, ja, dat zoet dat, dat heet backface. Een culling, ik heb geen idee. Er staat als je met je muis erop doet, staat er use backface culling to hide the back side of faces. Nou goed, als we hier gaan op drukken, dan zie je dat hij gewoon hoort zoals die hoort te zijn. En gaan we dan vanaf frame 10 bekijken wat hij doet? Dan wordt die heel langzaam onzichtbaar. En dat is hoe dat werkt in Eevee. Dus Alpha Blend en backface aanzetten. Nu kun je dat ook met kleurtjes doen. Dus als we deze jongen even pakken, we geven het een nieuw materiaal. En wat wij willen, is vanaf het moment dat hij gaat rondjes draaien, moet hij van kleur veranderen. Dus we hebben hem nu op frame 30. We hebben deze geselecteerd. Ik zal het even zo doen. Dan staat hier base color. Dit is waar hij het kleurtje geeft. doen we hem eerst aanzetten. Want uiteindelijk moet hij van wit naar andere kleur. Gaan we naar frame 60, dan kiezen we eerst een andere kleurtje, bijvoorbeeld rood, zet je hem aan. En nu wil ik dat je heel even hier kijkt, dan dus zie je als ik de tijdlijn terug doe dat die kleur ook verandert. En kijk je nu naar het blokje, dan dus zie je dat het blokje vanaf frame 30, nu is de rode kleur veranderd. Dat is het dan, ja, hoe je dus andere dingen ook kan animeren en zo zijn er nog steeds Duizend en een dingen wat je kunt doen met animatie. Goed, nu was ik zelf heel even benieuwd. Zoals ik net zei, dat bedacht ik me eens. Kunnen we ook, Dan gaan we wel lekker even samen doen. Doen we die allemaal dicht, want dit zijn al in de locaties. Ik ben even benieuwd naar uh, de Alpa. Kunnen we een, een effect toevoegen aan Alpa? Nou, dan gaan we even kijken. Uh, we kunnen een modificatie toevoegen, dus ik zet alles even lekker open. En vanaf frame 10 dan moet ik even zo, zodat hij goed in beeld staat, ja perfect. Dan zouden we hier ook een modificatie kunnen toevoegen, namelijk noise. Alleen dan ben ik eventjes benieuwd, laten we deze gaan, ja, laten zoals zo zien. Nou ja, ik ben benieuwd wat hij nou doet, kijk. Grappig, dan kan hij ook dat rare effect. Oftewel, dit effect zou je dus kunnen toevoegen aan een lamp. En een lamp is de, de emission. Dus als je van zwart en dan een kleurtje zou geven. En dan dit is de, de sterkte van het licht. Dus dan moet je dan hier dat dingetje drukken. Dan moet eigenlijk hetzelfde doen met de Alpa. En dan kun je dus, zoals je ziet... Een TL-balk die aan moet knippen, het het in het begin een beetje een keer het effect toevoegen en dan aan het einde zou die dan 100% moeten zijn. Ik vind dat wel grappig. Ik zet hem even uh, uit. Ja, en dan doet hij dat dus. Maar ja, ik wil niet dat hij in één keer gaat. Dus ik geloof dat het vanaf 10 moet zijn uh, tot 60. En, mm -hmm. en ik wil dat hij blend in doet. Kijken wat voor effect die nu geeft. Dus ja, dan rustig knippen totdat hij uiteindelijk dan 100% uitstaat als ik hem dan 120 doe. Kijken we naar het kubusje. dan is hij helemaal weg. Nou, dat kun je dus ook met lampjes doen, dat keer met kleuren doen. Dus je kan van alles keer toepassen. Eh, dit is dus de allereerste les waarin ik je gewoon wat basisdingen uitleg. In de volgende les wil ik het gaan hebben over botten. Want borten kun je toevoegen aan zowel. Dingen die uh, niet organisch zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan een robotarm die een bedrijf auto's in elkaar zet. Of borden kun je toevoegen aan karakters. En dan wil ik dus beide gaan laten zien. Hoe kun je dat nou toepassen? Want dat animeert gewoon veel lekkerder dan dat je ja, met zoals we hier doen. Dit telt alleen voor losse objecten en een robotarm heeft meerdere objecten. En als je dat allemaal per stuk moet gaan animeren, dan ben je jaren bezig en een keer beter gebruik maken van botten. Heb je nou vragen, verzoeken of wil je gewoon jouw kunstwerk laten zien? Kom dan naar mijn Discord, je kan een link vinden in de beschrijving van deze video. Heeft deze video jou geholpen? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken.